Dit is geen showdown of wat er ook. Dit is gewoon een storyline tussen de knokkers. Hallo mensen van Manneker en welkom bij deze nieuwe Brawl Stars video. Vandaag gaan we weer iets superleuks doen en het is niet zomaar Brawl Stars spelen. Wij gaan weer grappige mimpjes bekijken, leuke ideeën en hele leuke filmpjes. Maar ook nog even praten over een nieuwe update die eraan gaat komen. Want we hebben zaterdag hun de livestream. Ik moet natuurlijk wel ademen. Eventjes naar een video gekeken en daarin hebben we alles gezien. Of in ieder geval heel veel wat er in de nieuwe update aan gaat komen. We gaan er nog een klein stukje over praten, want er zijn ook grappige mimpjes. We gaan in ieder geval daarmee beginnen. Laat nog even een dikke vette like achterop naar die 1000 likes. Misschien doen we zelfs 2000 likes aan als jullie nu allemaal liken. En road naar de 200.000 abonnees is ook in gang gezet. Hier heb ik een allereerst leuk filmpje. Dit is een hele leuke animatie van Bibi en Spike. Let heel goed op. Het is in een soort cartoony stijl. Oh. Mr. Fat wants to play. Oh no. Why are you running? Why are you running? Wat is dit voor iets raars? Want we zagen net in ieder geval... dit is Bibi die eventjes een belletje aan het blazen was. En toen ineens dat Spike hem knapte. Maar nou is Bibi boos. En dan gaan ze in Mario Kart gaan ze gewoon achter elkaar aanrennen met derpy muziek. En ja, het eindigt gewoon niet. Dit blijft gewoon zo doorgaan. Oh my god, is dit het? Hebben we gewoon serieus hiernaar gekeken in het begin van de video al? Nou, we gaan even veel leukere dingen doen hoor. Let's go, want we hebben hier Brawl Talk natuurlijk gezien. Ik zou natuurlijk over de nieuwe update praten. En dat gaan we nu dus doen. Daarna komen we ook nog echt hele toffe filmpjes tegen hoor. Dus let heel goed op. Brawl Talk, behold! En daar zie je allemaal my stuff. Want Brawl Talk heeft al zijn spullen laten zien. Alle dingen die eraan gaan komen. Je ziet een hele hoop skinnetjes. Je ziet een emoji eraan komen. Chromatic komt eraan, zo heette dat volgens mij. En nog meer skinnetjes. Brawl Pass. Remodel van Pam. En we zien nieuwe knokkers. Dat allemaal superveel. Nieuws zit er in ieder geval in de game. Straks vanaf de nieuwe update. Er is nog geen datum bekend van wanneer de nieuwe update gaat zijn. En hier, dit zijn de nieuwe skins. Maar dit is een Mimpy. Ze hebben dit andere naampjes gegeven. Van de eerste, Pam. Dat is je moeder. De tweede is je kleine broertje. Het duiveltje. En de derde is your older sister. Je oudere zus. Dus het klopt ook echt, hè. Je moeder ziet er ook echt zo uit. En je kleinere broertje zal je wel denken van... Ah, je bent een klein etterbakje. En dan zal je wel die middelste van denken. En die grote zus is de helpende Jackie. Ja, klopt wel een beetje deze meme. Of zo'n meme was het niet per se. Hier heb ik er nog eentje. En hier zie je dus die skin van... Jean is dat van Aladdin. En daaronder zie je hem heel mooi. Volgens mij is dat zelfs ook uit Aladdin. Maar dan is hem dan... Dat is hem echt gewoon uit de film natuurlijk. Het lijkt heel veel op elkaar. Volgens mij hebben ze daar ook een beetje van geïnspireerd. En die nieuwe knokker die je achteraan het filmpje van Brawl Talk kon zien. Dat was deze knokker natuurlijk. Maar deze knokker die kan je al een beetje herkennen. Of uit dingetjes die je eerder hebt gezien. Je ziet als eerst zie je Rico. Nou, dat oog is precies hetzelfde, het Rico-oog. Daarnaast zie je de handen van de oude... Of wat is dat? Nee, dit is geen oude... Wat is dat eigenlijk? Dat is een Dynamite, toch? Maar dan Dynamite Robot of zo? Zie ik het goed? Ik weet het niet. Ik ben geen Brawl Stars pro. Maar volgens mij is dat dus een arm van die skin. Als ik het goed begrijp. En bij het laatste zie je de skin van Dynamite. Is een kerstskin. En daar zie je ook al dat deze knokker er al heel lang in lag waarschijnlijk. Alles is verbonden met elkaar. Maar dat is net zoals in Fortnite. Dit is precies hetzelfde als in Fortnite. Brawl Stars doet de dingen precies hetzelfde. Oh, nog eentje daar onderaan trouwens. Zie je nog zo'n ringetje? En die heeft hij ook om zijn arm heen. Dat hebben eigenlijk alle knokkers, alle nieuwe knokkers en alle remodels hebben dat een beetje. Maar er komt ook een nieuwe knokker aan en dat is Gale. Gale vind ik een hele leuke. Hier hebben ze hem gewoon getekend en ik vind hem er zo leuk uitzien. Heel komisch. Het is gewoon een oude man die zo'n gun heeft. Zo'n ijs, zo'n sneeuwballen gun. En die schiet dan 5 sneeuwballen naast elkaar en poof. Hey, dood. Ja, als je dat niet hebt gezien, check even mijn livestream. Dan kan je alles over de update kan je daar te weten komen. Want ik heb daar zoveel over verteld. Dat was de livestream van zaterdag. Linkje zal ik wel in de beschrijving zetten als ik het niet vergeet. Maar wij krijgen ook allemaal een nieuwe gratis skin. You took everything from me, zegt de bovenste, de Viking Bull. I don't even know who you are, zegt die onderste. Ja, maar natuurlijk. De onderste krijgen we gratis. En de bovenste is de Viking skin die je moet kopen. Maar waarom zou iemand nog de bovenste kopen als je de onderste gratis krijgt? Ik weet het niet. Nou, die onderste krijgen in ieder geval gratis. Is super chill. Hier zien we een skin van Mortis. En deze Mortis, die heeft een mondkapje voor. Zou Brawl Stars mondkapjes nou gaan promoten hiermee? Of is dit puur toeval? I don't know. I don't know. We hebben in ieder geval Brawl Talk gezien. En iedereen denkt wel van... moet ik dit wel kopen? Wil ik wel een Brawl Pass, een Battle Pass in Fort... Of in Brawl Stars kopen? Ik weet het niet. En toen kwam dit. I don't need it. I don't need it.
I need it! Deze vond ik zo leuk. Deze vond ik echt leuk, want eerst ging ik helemaal zweten. Ik heb het niet nodig. Ik kan het weerstaan. Ik hoef die dingen niet. Ik kan het weerstaan. En dan... Ik kan het niet meer weerstaan. Ik heb het nodig. Ik wil alles hebben. Ik wil ook alles hebben. Ik ben super hyped daarvoor. Gewoon oprecht. Ik wil het zo graag. Ik wil alles van die nieuwe update hebben. En ik vind het gewoon leuk. En ik kan er niet op wachten. Als ik een datum weet, laat ik het meteen weten. Dus abonneren. Druk op dat belletje. Dan blijf je op de hoogte van letterlijk alles. Hier wil iemand een petitie starten. Dus dat je moet tekenen. Dus van handtekeningen inzamelen. Dat we iets gaan stemmen. Wij willen dit in de game. Want we zien hier natuurlijk de wielen van Sprout. Maar Sprout laat geen spoor achter van die wielen. Terwijl eigenlijk wel andere knokkers allemaal voeten achterlaten. Doet Sprout trouwens ook. Allemaal voetstappen laat hij achter. Terwijl Sprout niet eens loopt. Waarom laat Sprout dan geen spoor achter? Het is maar een klein detail en je hebt er verder helemaal niks aan. Maar ja, dit is gewoon een detail. Dus waarom doen ze dat niet zo? Misschien is dat te overduidelijk dat dan daar bijvoorbeeld een Sprout zit of zo. Misschien hebben ze er wel echt al over nagedacht om dat te doen. En hebben ze dat expres gewoon niet gedaan. Ik heb nog een grappig filmpje hier. En dat kunnen we zien in de Brawl Talk video. Let heel goed op. Deze map. Good night. Daar zien we iemand liggen. Maar wie ligt daar of wat ligt daar? Wie is dat? Is jullie het? Er ligt iets... Oh, wacht! Nu zie ik wie dat is! Hij ligt op zijn kop! Ik zag het niet! Hoe heet die knokker? Is dat Sandy of zo? Dat was Sandy, toch? Die knokkers die ken ik allemaal nog niet. Want Sandy heb ik nog niet. Jean heb ik nog... Heb ik Sandy wel? Oké, we gaan dus eventjes nog een filmpje kijken. Dit is een animatie. Let heel goed op. Ik hoop niet dat het weer zo'n rare animatie is die we al vaker hebben gezien de laatste tijd. Oké. Stan Pro. Solo Showdown. Showdown. Oké, okay, brawl. Hele mooie animatie dit. Echt dikke vette props. El Primo zit in de bush. Wie is dat? Boel. Dat is Boel, of niet? Punch on punch. Wat? El Primo is hier. Soy el mejor. Rennen. Me muero. Is dood? Oh, dat was hem. Was dit het filmpje? Dit was toch gewoon wat slecht. Wat was dit een stomzinnig filmpje. Oh man, waar hebben we naar gekeken? We hebben gewoon onze dure tijd hebben we gewoon verloren hier in dit filmpje. Man. Maar laat wel even een like achter. Gisteren was natuurlijk Moederdag. Hebben jullie iets gedaan met Moederdag? Laat het even weten in de reacties. Pimsy hier, ACT Jessie. Maar wat hebben die met elkaar te maken? Is Pam echt de moeder van Jessie? Is dat een soort storyline in Brawl Stars? Ik weet het niet. Zou dat zo kunnen zijn? I don't know. Laat het even weten als jullie dat wel weten, want ik heb echt geen idee. Iemand heeft hier een heel leuk mapje gemaakt voor Showdown. Ik vind het er heel leuk uitzien, maar ook wel heel erg lastig. Want stel je ziet iemand aan de overkant van het water en je hebt een close range knokker, dan heb je er helemaal niks aan. Dus in deze map zou je aan de ene kant wel een close range willen, want alles is heel smal. Maar aan de andere kant niet, want als je aan de andere kant van het water staat, dan kan je dus niet gaan iemand raken die aan de andere kant van het water staat, snap je? Snap je een beetje? Het is een hele leuke map, maar ik weet niet of we dit wel in de game zouden moeten willen. Dan heb ik hier nog een allerlaatste filmpje. En deze is in een hele leuke stijl getekend. Let heel goed op. Ik heb hem verder niet gezien. Het is alleen dat hij in een leuke stijl is gemaakt. Kijk dan. Deze is zoveel beter dan de vorige, hè? Kijk hoe vet. Kijk hoe leuk. Yes. Er staat de beer een beetje te bouncen. Wat zijn ze aan het doen eigenlijk? Kruip in de meeuw! Loops, dit is zo mooi gemaakt. Jess! Wie is dat? Is een knokker volgens mij. Oh, dat is Pam! Dat is je moeder! Dat is Pam! Dat hebben we net geleerd, toch? Of niet? Don't be crying. Oké. Okay. Dit is geen showdown of wat dan ook. Dit is gewoon een storyline tussen de knokkers. Ah. Knuffelbeer. Yes. Woohoo. Say hello to my little friend.
Waar kijken we naar? Wat is dit allemaal, jongens? Nou, we hebben weer een leuke animatie gezien. Super raar allemaal, maar het was wel weer een hele leuke video, vond. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Elke dag upload ik hier op dit kanaal. Dus like en abonneer, druk op dat belletje. En tot de volgende keer maar weer.